you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause you never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your lungs. You've been scared of life and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Goedemorgen allemaal, leuk weer dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik weet dat ik de laatste tijd niet veel heb gevlogd. Ik heb al denk ik een maand niks van mezelf laten horen. Maar dat komt natuurlijk omdat ik net bevallen ben. En ik wilde de kraamweken echt gewoon met z'n drietjes samen beleven. En heel relaxed en geen stress in ieder geval. En ik heb dus even niet gevlogd. Ik heb wel stukjes opgenomen van Dirk natuurlijk. Dus dat heb je net gezien. En hij doet het super goed. Hij groeit goed. En ja, het is een hele relaxte baby. Hij huilt eigenlijk bijna nooit. Alleen als hij honger heeft natuurlijk. En ja, we zijn gewoon heel gelukkig zo met z'n drietjes. Het is echt het gezinnetje wat ik altijd al heb gewild. En ja, ik weet niet. Ik kan ook niet over hem praten zonder zo'n big smell, zeg maar. Ondanks dat alles veranderd is. Want ja, het gooit toch wel heel je leven om. Ik bedoel... alles gaat nu gehaast. Weet je, dus je kan je niet even relaxed opmaken of relaxed gaan douchen. Alles is snel, snel, snel. Ja, wanneer hij wakker is, ben je met hem bezig. Slaapt hij, dan kan je je eigen dingetjes gaan doen. Dus alles draait nu om hem. En ja, ik zou het ook niet anders willen. Het is heel gek, want slaap is echt naar next level gewoon. Ik heb gewoon heel weinig slaap. En ik had niet gedacht dat ik dat zou kunnen en dat ik dan nog een leuk mens zou zijn. Maar het gaat me op zich nog wel goed af. Het is best wel pittig als je weinig slaap hebt. Maar als je dan weer kijkt naar zijn gezichtje en dat hij dan weer gaat lachen. Dan denk je, ach, kan mij dat slapen ook schelen. Ik slaap wel weer in de middag als hij even een uurtje slaapt. Dus ja, het gaat gewoon heel goed met ons. En ik ben onwijs blij. Ik sta nu voor de deur bij Gwendoline. Zij gaat mijn wenkbrauwen doen. Ik doe ze altijd zelf een beetje bijtekenen. Heb ik vandaag ook gedaan, zodat zij kan zien hoe ik ze normaal heb. Zij gaat ze met henna doen. Ik heb namelijk echt heel weinig tijd om op te maken natuurlijk met Dirk. Dus het is heel fijn dat ik nu die nepwimpers heb. En dat ik dan dadelijk mijn wenkbrauwen dus ook niet meer hoef bij te tekenen. Dat scheelt natuurlijk alweer een hoop. En dan hoef ik me verder eigenlijk niet meer echt op te maken. En dan heb ik in ieder geval geen blote billen gezicht. Ik ga nu bij haar omdat ik op Facebook heb gekeken en op Instagram een beetje heb gezocht wie het mooi kan. En zij doet echt heel mooi die overloop van licht naar donker. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen en hoe ik er dadelijk uit ga zien. Mocht je haar zelf willen opzoeken, ze heet op Facebook en op Instagram Brow Goals by Gwen. Brow Goals by Gwen. Ja, ik ga zo laten zien hoe mijn wenkbrauwen eruit zien zonder make-up. En dan daarna hoe het eruit ziet als zij die henna heeft gedaan. Dus dit is eigenlijk een van de eerste keren dat ik wegga zonder Dirk. Dus ik moet best wel zeggen dat ik een beetje gehaast ben. En dat ik eigenlijk snel weer terug wil. Ja, ik moet gewoon ook mijn eigen dingetjes gaan blijven doen. Want over een tijdje ga ik toch ook weer werken. En dan moet ik er ook aan gaan wennen. Dus nou ja, ik ga nu naar haar toe. En dan, ik ben heel benieuwd hoe mijn wenkbrauwen er dadelijk uit gaan zien. Het is echt min 10. Hoi. Ben je bang voor honden? Nee. Okay. Bijt ja, ze? Nee. Oh. Hoi. Hoi, hoe is het? Goed, goed. I'm not afraid to die.
Zo, nou ik ben echt super blij met het eindresultaat. Ik vind het echt heel mooi geworden. En ik ben ook benieuwd hoe lang het blijft zitten. Zij zegt dat het echt wel 2 weken tot een maand kan blijven zitten. Dus hoe relaxed is dat? Dat je gewoon 's ochtends niet met een blote billen gezicht opstaat. Ik vind het zo mooi. Oeh, ik kan blijven kijken daarnaar. Ook dat het zo van licht naar donker overloopt. Heel mooi. Goedemorgen allemaal. Zoals jullie zien zitten mijn wenkbrauwen er nog goed op. Het is al een paar dagen geleden, dus het blijft goed zitten. En wij zijn nu onderweg naar Almere, naar de newborn spa. Samen met Dirkje. Hij ligt lekker te slapen in de auto. Een lekkere pikkeboelie. Daar gaat hij floten en dan krijgt hij een babymassage. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat vindt. Hij ligt nu al even een tijdje te slapen in de auto. Dus ja, ik ben benieuwd. Leuk hè, lief? Ja, echt leuk. Ik vond het echt leuk. Hij vond het ook echt leuk. Hij ligt nu lekker te slapen al. Ik denk dat hij 4 uur achter elkaar gaat slapen nu. Ik hoop het ook. Hij is echt back up. Ik ga het wel vaker doen hoor. Oh ja, ik ga het echt vaker doen. Ik moet het sowieso vaker doen. Die babymassage was ook zo leuk om te doen en hij vond het zo lekker. Ik heb echt het gevoel alsof we echt goede ouders zijn. Die slaapt als een roos. Heerlijk. Nou, wij zijn weer lekker thuis. En zoals je ziet, heeft het wel gewerkt. Hij is echt heel erg moe en heel erg relaxed. En nou, het was een geslaagd dagje. Bedankt weer voor het kijken. En we zien jullie weer in een volgende vlog. Hopelijk nu wat sneller achter elkaar. Ik ga mijn best doen. En doe even een duimpje omhoog. Doei!